Waza, strijders van ED Alliance en Erik, welkom bij een nieuwe aflevering van Bioshock 2. De vorige aflevering hebben wij volgens mij Sinclair hierheen of zijn we met Sinclair hier naartoe gegaan? Naar zijn hotel en daar gaan we nu mee verder. Is mijn gok. Even kijken. Tracy says, piss off and die. Take shit out. Okay. Well, sport, I guess Grace is home. But that big lug just dropped half my damn hotel in your way. Now, to break through that mess, I expect you're gonna have to work out how he got so burly. Find yourself a genetic research camera, son. You can pick up any number of tricks from a splicer with one of those. Try the pawn shop downtown. Okay. Ik ben een legend. Ik hitte die allemaal. Damn, damn, damn. Oké, okay, hey, oké, okay, we kunnen hier een kiddo saven. Wat hypo's, maar daar heb ik er genoeg van. Want ik gebruik eigenlijk, als ik over nadenk, niet heel veel. Van die dingen. Terwijl je misschien maar beter wat kan doen. Even kijken. Where the fuck we going? Where the fuck we going? Ik weet het legit niet. We gaan hierheen. Dat pijltje geeft aan bovenin het scherm dat we deze kant op moeten. Oh, dit stuk. Hier, waar ik al was geweest. Wat echt een kutplek is. Maar sure. You are dead. You are dead. Waarschijnlijk gaan we hier binnenkort een splicer tegenkomen waar we wat van kunnen stelen. Ik hoor bots, dus dat betekent dat we daar mensen hebben. Wie de fuck ben jij? Okay. She's helpless. Really now here. Hoppa, dat is een Brute Splicer daar. En je better damn right dat ik die medkit mee ga nemen. Oké, okay, dope. Hey, ja, ik ben geconcentreerd. Oké, okay, we hebben in ieder geval weer een dude waar we Adam vandaan kunnen plukken. Wat is even rondlopen. Kijken of we nog wat shit kunnen loot heb. Je kent de letterlijk, ja, drill. Die ik nu in mijn klauw heb. Oké. Okay. You can to Skid Row. Bot shutdown. Hierin. Keypads. What do they expect? You keep enough drug stash in this clinic to splice up a rhinoceros. Of course every poor soul in a drop's gonna start beating down your door. It's my job to think up a new key code to keep them out. Okay. It seems like every other day now. Nuts. I'll mull it over for a while at the fishbowl. The fishbowl nog wat. En nog wat happy ribbons die ik ook wel hebben. Ik heb in ieder geval zat geld, dat is een goed ding. Kun je hier binnen? Use that code you found on the keypad outside the clinic. Should get you up on the rooftops. Heb ik een code gevonden? Oh, 0047. 0047. Oh shit. Retrieve the research camera from the pawn shop. Oké, okay, dus dat moeten we doen. Maar laten we, voordat we dat gaan doen,
eventjes wat. Nou, kut hem echt gek. Ik moet even. Wat trap rivers gaan opzetten, denk ik. En laten we dit ding even hacken voor zekerheid. Dan kunnen we goedkoper healen. Maar laten we dan eens eventjes. Adam gatheren. Oké. That's it, guys. Up. Nee. Op. Kut, ga alweer eens op. Ik moet een beetje verstoppen hier zo. Dat ik niet neergeknald kan worden en dan kan zij harvesten. Goed. Moet jij opleuren? Dan moet jij. Was er maar een manier om ze maar automatisch te reloaden? Oké, top. Hoppa. We hebben weer meer Adam. En weer minder ammo. Dat is een beetje jammer, maar. We hebben wel Adam. Even kijken. Kunnen we nog ammo meenemen? Alle ammo die hierin zit, die wil ik eigenlijk niet hebben. Dat is een beetje jammer. Wat voor deze allemaal meenemen. Op. Even wat looten. Eigenlijk ben ik. Ik ga even heel eerlijk zijn. Ik heb best wel goed naar mijn zin met deze Bioshock. Wat ik me herinner is zeg maar dat deze de vorige Bioshock wel minder goed was dan deze. Hup. Nog wat meer spul. Hier kunnen we waarschijnlijk ook weer zo'n ding erop gaan schuiven. Twee. Hoppa. Goed shit. Eigenlijk alle kamers die we kunnen hebben. Maar ik heb het goed aan mijn zin. Ik heb wel altijd met Bioshock, dat had ik bij de eerste Bioshock ook. Het feit dat ik zeg maar nooit zin heb om het te gaan spelen. Maar als ik het dan eenmaal speel, heb ik het gewoon aan mijn zin, snap je? En ik zie ook zeg maar dat de. Wat ik zie van de viewer count is dat zeg maar jullie het daar ook grotendeels mee eens zijn. Zeg maar de. Waar voor deze? Die had ik namelijk wel nodig. De. Weapon upgrade. Even kijken wat we hier kunnen kopen. Gunclip size zou ik meer ammo kunnen meenemen, maar. Die optie hebben we zo te zien niet. Machine gun extra damage ook niet bad, maar misschien is het goed om hier. Eerst is een wapen volledig te upgraden. Dus ik denk dat de Rivet Gun gebruik ik wel heel veel. Ik stel voor om de Rivet Gun te pakken. Want dan kunnen we daarna een heat upgrade doen. En de Drill Reflector is ook niet per se bad. Want we hebben altijd veel drill ammunition. Dus misschien is die nog niet zo slecht. Maar ik denk dat ik voor de Rivet Gun clip size ga. Oldie toy, newie toy. Dan kunnen we in ieder geval weer meer mensen neerknallen. Maar zeg maar, ik zie aan jullie ook. Jullie vinden deze game ook niet super nice. En dat snap ik wel. Het is een beetje een, hoe zeg je dat? Een conventional game. Het is geen, oh wat is dit?
Shorten alarms. Oké, Orange bag, hoef je niet te hebben. Hoppa. Alles meenemen. Het is een beetje een oudere game. Niet meer een hele nieuwe game natuurlijk. Dus ik snap het wel, maar... Nou zeg ik, ja, mijn doel is niet zeg maar om... alleen maar games te spelen die... mensen nice vinden. Mijn doel is om jullie... te laten zien wat voor games er zijn. Hoppa. Dus ja, maar dat betreft zowel de goede games als de ja, minder goede games. En in dit geval nogmaals, het is geen slechte game, maar het is wel een game die je moet liggen, snap je? Hoppa. Wat is eigenlijk de andere dark? We hebben auto hack dark, oké. Okay. We hoeven dan niks meer te doen, dat is wel nice. Hey, nog een splicer. Kunnen we hier ook langs? Ja, we kunnen hier ook langs. Maar ik wil deze wel pakken. Let's go. Do your thingy. The monster has taken another of our children, family. He would turn her from us just as he did to Eleanor. Show this thing what befalls the boogeyman when he steps into our garden. Oh. Hey, Fritje. Drie shots is geen... Oh. Drie shots is geen terrible... geen terrible hoeveelheid om die guys neer te knallen. Bonk. Bonk. En er zat een jeanbag, dat is nog handig. Pak de shotgun. Want daar hebben we ook allemaal voor. Aaien. Pick up. Hoppa. Kom maar. Hoppa. Binnen. Rescue. En there we go. We hebben weer Adam. En we hebben een goed ding gedaan. We hebben namelijk weer een little sister gesaved. Ik blaas wel door mijn health potions omdat ik volgens mij het op control duw. En dat is niet ideaal, maar... Armor piercing rounds, good shit. Daar hebben we er gelukkig best wel wat van. Nu zijn we hier. En nog andere dingen die we hier kunnen meenemen. Smack. 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 Ik ben gewoon even aan het rondkijken hoor. Ik bedoel, hetzelfde gaat komt nog iets tegen. Hoppa. Daar loopt van alles beneden. We ook niet meer fucken, maar we kunnen wel toe. Oh, 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 oh. Daar stond de turret op de hoek. Ah, kijk, moet hier zijn. De research camera. Maar nog belangrijk is eigenlijk, er liggen hier ook health packages. Want anders ben ik redelijk dood. Ik heb het zit. Press linkermuisbutton while focused on an enemy to start research on a target. Oké, en wat krijg je daarmee?
That thing's a miracle in Technicolor, kid. Works like a movie camera. Start the film rolling before you open fire on a splicer, and then anything you hit him with tells you more about his DNA. Let's give it a dry run, shall we? Okay. Research splicer with the research camera. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En ook weer de volgende keer terugzien bij een nieuwe aflevering van Bioshock 2. See you.